voor Sarah. Welkom. Voedselkringloop. Even een kort filmpje over hoe werkt een voedselkringloop. Ja. Organisch materiaal wordt vastgelegd door producenten. Producenten hebben bladgroenkorrels. Ja, in 99,9% van de tijd, en daar gaan we maar even vooruit. Ja, die leggen zonne-energie en anorganische mineralen vast in organische stof. En die organische stof bestaat uit producenten. Planten dus voornamelijk. Ja, die producenten die kunnen gegeten worden door consumenten. En omdat dit de eerste consumenten zijn die we gaan tegenkomen, heet dit eerste orde consumenten. En die eerste orde consumenten zijn dus herbivoren. Ja, het zijn herbivoren. Deze consumenten kunnen weer gegeten worden door tweede orde consumenten. En dat zijn in dit geval carnivoren. Maar we kunnen het veel complexer maken door omnivoren erbij te zetten. Of detrivoren. En detrivoren die eten detritus. En detritus is eigenlijk een chique naam voor dood organisch materiaal. Al deze drie soorten organismen die gaan natuurlijk op zijn tijd een keer dood. Ja, als het niet het hele organisme is, dan wel delen ervan. Dus je ziet niet alleen een pijl van producent naar consument en van consument naar tweede orde consument. Nee, je ziet ook pijlen hier naartoe lopen met een kruisje erachter, want dat is het dode materiaal. Het dode materiaal, dat wordt door reducenten wordt dat verteerd. En reducenten zijn per definitie bacteriën en schimmels. En veel vragen gaan daarover. Ja, dan moet je bepaalde organismen gaan klassificeren naar aanleiding van wat ze eten en naar aanleiding van wat ze zijn. Maar vergeet niet dat reducenten bacteriën en schimmels zijn, per definitie. Dus iets wat doet als een reducent is niet noodzakelijk een reducent, tenzij het een bacterie of een schimmel is. Oké, nou die bacteriën en schimmels, die reducenten, die zetten dus dat dode materiaal, ja, dode producenten, dode consumenten om in mineralen, organische, anorganische stoffen, die dan weer beschikbaar komen voor de producenten. Dit staat ook in je BINAS tabel 93b, alleen hebben ze het wat complexer gemaakt. Kijk eens of je dit, ja, of je deze kringloop terugvindt in die BINAS tabel. En dan maakt dat, als je dit weet, maakt die BINAS tabel ook een stuk overzichtelijker. Veel succes!